in één ruk door met een ploeg met roots in Nederland. Een heel interessante opstelling hebben ze. Een heel leuke selectie voor deze wedstrijd. Mag ik u applaus voor de mannen van Tour de Tietema Unibet. Daar komen ze. Ik begin met de man uit de streek. Afkomstig uit Berthem. Dat is hier om het hoekje. Weet het Ladeuzeplein dus zeker vast maar al te goed liggen. Heeft in het verleden al een ritoverwinning weten te boeken in de Uber Österreich Rundfahrt. En dat is een lastige rittenkoers. We kennen hem uiteraard ook uit het veldrijden. Man uit de regio, mag ik u applaus voor Lander Loeks. En die kennen ze hier in Leuven blijkbaar. Ze hebben een man uit Tsjechië, maar heeft ook wel wat binding met Nederland uiteraard. Want zijn mama is afkomstig uit Nederland. Een applaus voor deze man, Thomas Kopecky. Wat zijn de taakverdelingen? Hoe zit het met het kopmanschap? Wie heeft dat mogen afdwingen? Ik denk dat we toch drie jongens hebben die toch hopelijk ver kunnen komen vandaag. Ben je daar zelf bij? Nee, daar ben ik zelf niet bij. Je gaat dus in een dienende rol moeten koersen. Ja, inderdaad, klopt. Ga ervoor, mannen. Vlieg erin. Een applaus voor de jongens van Tour de Tietema Unibet. Voor signaal geeft hij hiermee af, Rob, aan je renners? Dat je nooit te oud bent om gek te doen. Laat ze maar gek doen in de koers, hè. Demareren, winnen. Doe maar gek. Lekker. Wat gaan we vandaag zien, Rob? Ja, het is vandaag het is een hele belangrijke koers. Dus het woord repetitie voor de Amstel Gold Race mag ik eigenlijk niet in de mond nemen. Maar win deze mooie koers, maar is de Brabantse Pijl. Een koers met veel historie, grote winnaars. Maar we gaan hier wel de tactiek oefenen die we gaan toepassen bij de Amstel Gold Race. Die renners moeten daar zijn ingezet gespeeld. Daar staat een veld aan de start met Mathieu van der Poel en Consort. Daar zeg je echt u tegen. En hoe gaan wij als new kid on the blocks, hoe kunnen wij nou onze kleur geven aan die wedstrijd? Hoe kunnen wij daar op een mooie manier gaan meedoen? Dat gaan we vandaag oefenen. En hebben nog een paar dagen om het aan te scherpen. En dan zondag allemaal kijken in de blauwe bocht. We hebben een mooi plannetje. Wat dan? We gaan een soort simulatie doen van Amstel Gold. Dus Artijs gaat mee naar voren. En dan zullen ik en Zeb hem ondersteunen. Even mee naar voren. Ik ook mee naar voren. En dan zo zuinig mogelijk Artijs proberen de finale in te loodsen. En dan komt achteraan komt Jelle en Adam. Met hulp van Lander. We zijn een drietal pakket. Haak je daar een account op? We gaan het een soort van in twee delen en dan. Dus ja. Wat een week wordt dit, ouwe. Wat een week wordt dit, ouwe. Niet normaal. Die bocht. Volgens mij weten jullie niet hoeveel mensen er komen. Zeg maar, iemand noemde laatst Project X, dat ik. Ja, dat zou best kunnen. Ja, dat is echt hoor. Ja. Dus mensen die appten. Ik wist nog niet eens van die bocht, zeg maar, of ik had hem net gehoord. Hmm. En er waren al mensen, de buurvrouw die appte mij al. Van, ik ga naar de bocht. Ik ga naar de bocht. Ja. Ja. Oh. Nee, goed jongen. Ja, ik heb ook zin in. Zin in om jou te zien gloreren daar. Ja. Ah, eerst nog even lekker in Center Parks, lekker relaxen. Beetje ontspannen. Oh. Lekker naar die wedstrijd toe leven. Gasten. Ik heb er echt best wel zin in hoor. Wel mooi, echt met de ploeg gewoon 4 dagen gewoon in zo'n huis. Met elkaar naar dat grote doel. Ja. Ik vind het wel. Ik vind het ook heerlijk. Heeft zo de PlayStation dan mee? Nee, maar hij heeft er wel Bob heeft een Wii. Een Wii? Gooi ze die jongens moeten alleen een Switch mee. Dus zij mogen kunnen lekker niks Mario doen. Karten. Mm. Ja, niks doen. Ja. Marco en Boy hebben er morgen gewoon 4 uur in gezet hoor. Oh.
een foto met Julia. Weet je, dit is zo'n mentaal dingetje om even... Die colore, hè? Colore, hè? Colore, een beetje brein. De benen een beetje laten shinen. Allemaal helemaal voor het effect. It comes from the United States of America, Houston. You are not from the NASA. From the NASA. It comes from. It looks very normal, but it isn't. This is it. But you can see all the stars, eh? And our riders are stars. It looks like a cheap thing, but it isn't. It's from NASA. Yeah, and then Punchy and Barza look like this, and they come on, guys, you can do it. A little bit more to the front, to positioning, positioning. We don't need television, actually. No, we don't need television. We don't need television. This works. Yeah. So. So like we said yesterday, directly focus in the beginning. We want Arthez in the break. Thomas and Sepp, you stay around him and help him to join the breakaway. The first 10 kilometers are really crucial. There's a mix of small roads, narrow roads, a lot of corners. So the breakaway area is from kilometer 0 to 19. Get ready for that. Brabant Sepel. No. De laatste voor de Amstel Gold Race. La Flèche Brabantsen. La Flèche Brabantsen. Wait, Max, it's okay. Lotto testen die was gevraagd vooraan. Oké, okay, pak maar. Goed bezig landen. Behind you, under the flag, can take off. How are you feeling, Adam?
Mooi zo. Stay together with Lande. Gap 138, gap 138, Lander. Stay with Adam. Guys, you find each other into the bunch. You stay relaxed now, spin the legs, eat, drink. Er is maar één ploeg die 12 seconden en dat op iets meer dan 4 kilometer voor de finish. Wie gaat hier in Overijs de zegen vieren? Teus die langs de binnenzijde komt. Teus die op top aan het sprinten is. Kostenfa, die heeft kop belagen. Gaat Kostenfa erover? Ik denk het wel. Punt waar Kostenfa gaat winnen! Dat je dit leuk vindt, hè? Dat vind je het leuk dan? Dat is jong, hè? Oh, ik was echt, ze gingen daar op die Maskerstraat, hè? Ik was de laatste die net niet aankwam. Kuts, wat is mijn helemaal op, ja. Kom maar. I didn't feel best, but just try to be there and that was and the final was just we were just stronger. So. How was the heat? Wow, it was good. Yeah? Yeah, it was good. Up to Sunday. Sunday is important, right? It was a good training and you think you're ready? Yeah, I will. Not yet, but again Sunday I will be there. Yeah, both team. We hebben niet afgezien, we leven snoepen. Waar? Ze gewoon gouden beren.
Ik weet niet wat hij van plan is, maar... Lekker man. Oh, lekker man. Neem er ook een paar op. Ready voor zondag, Thijs? Ja, lastig. Lastig dagje. In het begin geprobeerd voor die vlucht natuurlijk, dus heel veel kruid verschoten. Ja, en dan is het... In dit soort wedstrijden kun je dat wel gebruiken op die rondjes. Je kan een super lastig weg, hè? Sowieso is het een goede vlucht. Ja, klopt. En we hadden de opdracht om met z'n tweeën mee te zitten, dus dat proberen we ook. En dat was lastig. Ja. Gewoon heel zware eerste anderhalf uur en dan kom je niet echt fris op die rondjes. Ja. Die focust toch nog heel erg. Precies. Ben je trots erop? Ja. Ze weten nou waar ze staan, wat de mogelijkheden zijn. En dat belooft heel, heel veel goeds voor zondag. Ja. Ja, er zijn gewoon heel veel winstpunten te behalen, maar dat weten ze zelf ook. En, maar ik ben best wel blij met vandaag. Waar ben je het meest trots op dan? Ze hebben ze helemaal aan het plan gehouden. En je kon gewoon zien dat het een super zware koers was. Uitgedund peloton en we waren wel aanwezig. En nogmaals, zondag zetten we puntjes op de i. Het is gewoon heel goed om te weten, om te voelen nou van nou, hier zit de mogelijkheid. Dit moeten we wel gaan doen, dit moeten we niet gaan doen. Hier moeten we wel energie gaan geven, daar niet. Dus voor de komende dagen hebben we heel mooie tijd om te herstellen, ook te trainen en ook om het plan bij te schaven. Dus de ploegleider ziet het wel zitten.